Oh. Ja, ze graag stellen. Jeetje. Leuk, leuk woordje zo, Elwin, zo van jou. We gaan dus nu naar deze winkel toe. Lekker makkelijk. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloedje nieuwe vlog bij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Hoe toevallig. En het is vandaag, namelijk donderdag 12 mei 2022. En het loopt nu namelijk tegen 2:30 aan. Ja, leuk. Zoals jullie zien zit ik lekker bij mama en ja, mama is lekker ook thuis. Kijk, daar hebben we haar helemaal top, helemaal gezellig. Dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier op deze nieuwe vlog. Zo, nu zien jullie mama nog zo. Ja, moest ik... Kom eens mama. Kom. Ja, helemaal mooi. Kijk, nou zien we zo dit nog. Allemaal helemaal top. En ja, wat ermee gaat gebeuren. Dat zien jullie zo meteen. Dus zo. Kaal. Oh, ja. Van het raam die ik doe, even een beginnetje maken. Nou, dit is wat ik van één randje al afhaal. Nou, en het is een hele kleine moeite, want ik heb echt alleen maar met mijn vingers dit gedaan. Die we even een foto maken met je eigen mobiel en een Luc opsturen. Oké. Okay. Ja, en dan moet je zeggen dat Stefan dat op zijn geweten heeft. Wat is het nou? Erg, hè? Is heel vies, ja. Ik loop wel even mee, even kijken. Dat vind ik leuk. Ja, dat mag. Ik ga even mee te lopen, vind ik leuk. Ja, nou, dat zei ik als ik op de zon is aan het doen. Ik loop gewoon even in de raamte worden. Raamhoedje, dingetje. Zo, nou. Waar was je bezig? Tel me. In de slaapkamer of niet? Ja. Zo. Oké, vertel waar. Ik ben benieuwd. Dit randje. Dit randje. Nee, zeg maar. Maar goed, dan hebben we hier nog eentje. Oh. Jeetje. Kijk. Ja, dat is heel lang niet gedaan. Echt, hè? Ja, het is er ook zo vanaf, dus ik snap niet dat hij het niet gedaan heeft, zeg maar. Kijk maar, het is gewoon... Bah! Eeuw! Verschrikkelijk. Echt, hè? Nou, goed. Nou, dat is... Oh, u moet dat ding omhoog. Ja. Dat is nog niet op mij ook. Is dat nog... Ja, gewoon erin. Nee, hier zit het juist. Dan moet die klik zetten. Hoe hoog moet dat ding? Weet ik niet. Hoe is dat? Moet u nog wat hoger? Nee, zo is het. Waar heeft dit ding altijd liggen dan? In uw lak? Bovenste laag. Ah, oké, de bovenste laag. Zo. De bovenste laag, gewoon de bovenste laag, de bovenste laag. Zo liggen dan. Moet u dan zo? Ja, oké. Was u zelf van uw eigen haar dan? Gewoon even een beetje nat maken, spoelen? Of moet ik dat even doen? Een horloge vanaf, hè? Het is wel waterdicht gevallen, maar ja, toch. Alsnog is het al handig. Zo. Heeft u, moet ik even uw handdoek pakken? Ja. Hi kind.
Zo, alstublieft. Lekker, hè? Nou ja, voor de tweede keer vandaag, hè. Ja, nou, dan kan u weer gelijk lekker zitten op en op uw eigen stoel. Nou, ik kom straks wel beter op. Hé, ga eens op het fietsje spelen. Hij kind. Hij is niet van jullie. Nee, zou jullie wel en wel willen, hè? Ja. U krijgt hem wel van mijn man. Nee, maar in mijn man. Nee, gewoon zo. Nee, ik snap wat en wat u bedoelt. Okay. Leuk oortje zo, Elwin, zo van jou. Ja. Even uw hand op God. Ja, mag je mee helpen? Mooi. Even met jou. Een beetje die kant op. Die kant op. Hou maar. Hey kind. Ja, kindlief. Ben je? Zo'n klein beetje heeft het dus nodig. Ja. Dat zal ik het moeten weten. Nee, het straks paars met groot. Nee. Ik moet nog wel iets meer hebben. Maar... Bla, mierentietjes. Dat is toch lekker. En dan mag ik de tweede week van juni een nieuwe oorbel in mijn oor bovenin. Gezellig. Het heeft geen geur, want ik ruik niks. Lekker, hè? Normaal ruik je het wel. Ja, maar dit is namelijk dus verf shampoo, hè? Ken ik ook hoor. Kan ook grommen. Ja, met het paarse heeft de achterkant nooit niet gedekt. De achterkant van mijn haar is donkerder dan de recht, wordt mij gezegd. Nee, de achterkant is namelijk heel licht. Oh, het was donkerder in eerste instantie. Voorheen. Donkerder dan dat de rest was.
Hoofdmassage. Lekker, hè? Zo, nog even een klein beetje. Want ik doe dus ook uw en uw hele kruin, hè? Gewoon zeg maar. Gewoon dat alles goed dekt. Om even de zijkanten nog even goed te pakken. Nu is het even 10 minuten inwerken en dan is het uitspoelen, maar oh. 10 minuten inwerken. Mooi, dan wacht nog 10 minuten. Ik kan mijn bril nou niet op hebben vanzelf. Nee. Geweldig. Hopi-dopi. Nou, dat het nog dat is, kun jij dan al zien of het bestaat? Ja, of niet? Het staat hier wel hoor. Okay. Yeah. Ja, dat dacht ik al wel, want ik heb vroeger ook kopermolen die nog erin gehad. Alleen met deze verf is het wel gewoon van even blank om het dus met mijn handschoenen te verven. Ja, maar dat moet ook met die masker. En ik heb over handschoenen genoeg, enkel ik kan er eigenlijk niet zo goed tegen deze. Nee, maar wat ik dan altijd. Er zit poeder in die lippenhand. Deze en deze niet. Die en die van Linda niet. Deze heb ik van even naar Linda namelijk gekregen. Oké. Ja, je hebt witte, zit het niet in, maar die zijn doorzichtig wit. Ja, nou dat is. Dat is deze je eigen handen gewoon normaal zien. Maar die witte die ik heb, er zit poeder in. Ja, nou daar kan ik ook niet tegen. En normaal had ik altijd die blauwe en die waren toen spot goedkoop destijds. Ja. Maar dat gedonderd. Kijk, en wat ik dan ook nog eens doe, dat is gewoon. Ja, dan krijg ik wat makkelijker uit. Kijk. Ja. Zo, kijk. Ik krijg het iets makkelijker uit en dan straks gewoon weer uit doen. Over mijn. Ja. Die zit er nog. Niet zo, ja. Oh. Met mijn oogjes bezig om dat weer een beetje. Nou, dan zien jullie het ook en ook nog eens een keertje hoe mama zich opmaakt. Ook leuk. Dat laat ik nooit zien. Hè? Huh? Ik zeg dat laat ik nooit zien. Dat is toch leuk? Ik ben opgemaakt, moet ik erbij werken. Meer niet hoor. Ik moet even denken. Gewoon hier en daar bijwerken.
Ja, maar dat is leuk. Zo, Willow, ik loop dan in de kroonpassage, want mijn mama die rijdt in de kroonpassage. Nou, mam, ik zou zeggen, rijden naar de Appie Heijn. U bent sneller. Rijden. Dus, ja. Mama moet even geld hebben. Dus ja, dan moet ze eventjes daar naartoe. Ja, want dat is de enigste bank op dit moment. In de Appie Heijn. Slaat me nergens op, maar oké, wie ben ik? Ja, ik ben Karin, zoals jullie weten. Ja. Dus ja. Nou, dan loop ik even rustig achter mama aan. Helemaal geweldig, helemaal top. Ja. Ik heb mama voor me. En we gaan dus nu naar deze winkel toe. Oeh, lekker makkelijk. Hartstikke dik. Aanbieding, aanbieding, aanbieding. Nou, dat is mooi. Beetje aanbieding. Helemaal groot. Die hele mand wil ik hebben. Deze hele mand wil ik kopen. Deze hele mand. Mandje ook graag. Nee, maar gewoon de inhoud van de mand. De inhoud van de mand wil ik hebben helemaal. Ja. En nu zien jullie dus ook hoe duur het is. Hi! Ze wil het hele mandje kopen. Wat zegt u? Ze wil het hele mandje kopen. Nee, en de inhoud ervan hoor. Dus, en wilt u nog wat halen hier of niet? Of wel? Wat weet ik veel. Ik zou het ook niet weten. Misschien voor Rijka iets of zo? Wat iets moet ze hebben? Ik heb er genoeg. Oké, nou ja, ik vraag maar gewoon hoor. En wat zou jij dan anders kopen voor Rijka? Eens even kijken, wat hebben ze allemaal voor lekkers hier? Eens even koekenoeren. Koekenoeren hier, eens even kijken. Wat hebben ze hier allemaal voor lekkers? Eens even kijken. Ik film jou niet hoor. Allemaal goed hoor. Wat hebben ze? Konijnenoren, willen die ook jij? Hè? Vast wel. Ja. Alleen ik kijk er even omheen waarschijnlijk. Hier beneden. Beneden. Konijnenoortjes. Nou, kijk dat. En dat zou u ook aan Rijka kunnen geven. Die andere dingen wel. Oké. Nou ja, prima toch? Best. Prima. Ja. En mama is er ook nog steeds. Helemaal geweldig. Helemaal top. Gezellig. Altijd gezellig. Ja, altijd leuk. Altijd heel gezellig. En we lopen dus nou nog in de stad. Ik weet niet of jullie me nou kunnen zien. Nu wel. Haha. Nu kunnen jullie mij lekker zien. Ja. Anders niet als ik zo doe. Dan... film ik een beetje tegen het licht in en dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Nee, totaal niet. Maar ja, ook daar heb ik gewoon schijt aan, zeg maar. Ja, ik ga wel even hier lekker lopen. Ja, ook allemaal goed. Maar mama is blij met de haarkleur, Joop. Met de haarkleur, Joop. Alleen het wat inderdaad nog wat donkerder. Nou, ik doe het zo. Ook allemaal goed. Ja, niet dan. Yep. Dus ja, ik ga nog even met mama mee naar haar huis. Of ja, ik kan het ook morgen ophalen, hè, mijn verf hier. Maakt niet uit. Ja, daarom. Doe ik het morgen wel. Neem ik het weer morgen mee. Ja hoor, helemaal goed. Wat? Wat? Wat nou? Nee. Ja, wel. U zei wat. En ik wil heel graag weten wat. Van hoe kreeg ik me nou weer van die spiegel af? Want ik ken die spiegel ook niet. Ja, mam. Ja. Helemaal goud. Ja. Ja. Precies. Ja, dat. Zo, wazig. Hallo. Ja, daar ben ik weer. Sorry. Oh, daar heb ik niks aan doen. Nee. Yeah.
Ja, nou, ik heb genoten en ook lekker genoten van het weer. Ik hoop ook dat jullie hebben genoten van alles wat ik vandaag heb gedaan. Sowieso mama haar haren weer mooi gemaakt en dat wordt ook weer wat beter binnenkort. Maar dat gaan jullie zelf zien in mama haar vlog. Maar ik wil jullie wel onwijs bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet zeker dan niet te abonneren hier beneden. Doe het belletje aan, want dan blijf jij namelijk op de hoogte. Doe het duimpje omhoog. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.